Sandstorm rage. Nou, ik rage ook als ik verlies. Nee, nee joh, grapje. Hey, ik rage niet zo gauw. Totdat je mijn Super Meat Boy video ziet. Doe ik weer Constrict. Dat is echt de vloek van GamingSB. De vloek van GamingSB. Oké, dat wordt de titel van deze aflevering. Hoe kan ik ook denken dat Mudshot wel helpt? Het is een fucking... Zijn bladeren zijn fucking vleugels. Hallo mensen van GamingSB. Oké, ik ben er. En ik ga voor jullie dit spelletje spelen. Het is Pokémon. En ja, deze gast heeft de Lifkey. En ja, dat is, vind ik helemaal mooi. Dus Voltorb, het is een Voltorb. En wilde. Nee, geen wilde, want dan was het een... Oh, nice, dikke BMW staat voorop. Yay! Oké, Mudslap. Doe maar Mudslap. Screech. Yay! Nou, daar word ik... dat is op zich niet heel kut. Weet je, ik bedoel voor mij dan. Voor hem wel. Ik bedoel, als jij Screech doet, pah, dan weet je dat je een kut leven hebt. Oké, Screech, again. Waarom? Waarom? Gast, waarom? Mijn defense wordt lager. Oké. Boeit me geen fuck. Ik versla hem toch wel. Het is fucking Voltorb tegen een fucking Marstomp. Ampharos. Ja, dan hou ik Marstomp er gewoon in. Of dikke BMW. Ja, zo heet hij. Ja, wow. Nee, echt joh. Zo, dat staat ook echt de hele tijd in beeld. Maar dat wisten jullie nog niet. Dat is mooi. Want dan weten jullie het nu. Oké. En Growl. Ja, nee, daar word ik... verdrietig van. Echt heel erg. Pah. Zo, je moest eens weten. Echt, stiekem na deze opnames ga ik huilen. Wat is deze Growl? 31. Woe, yay. Oké, Takedown. Ah, die doet... die hit bij zichzelf, maar... ja, weet je. Dan doe ik hem toch voor tackle. Ja. Ik denk dat ik hem toch maar voor tackle doe. En poef. Ja, tackle. Oké. Nou, geef mij maar, nou maar gewoon die liftkey. Daarvoor kom ik eigenlijk. Scott, geef mij die liftkey. Kom maar hier. Ja. Als dat je echte naam is. Nee, want in de gewone dinges is het niet randomized. Dus heeft hij een andere naam. Dus nee, het is niet zijn echte naam. Oh ja, trouwens, ik had dit eventjes overgeslagen. Ik was geëindigd namelijk bij Pokecenter. Maar ik dacht van ja, dat maakt niet zo heel veel uit. En dan nu ga ik naar... Giovanni toe. Oh shit, dit was niet zo. Ah, jawel, kan wel. Ja, oké. Oké. Dit was. Ja, dat kan. Ook. Shit, nu heb ik het verneukt volgens mij, of niet? Ah, nee, nog niet. Hoop ik. Ja, volgens mij wel. Nog niet. echter, Sander. Sander. Doe eens eventjes rustig aan. Ja, dat zal misschien wel helpen. Nu weet ik niet naar welke floor ik moet. Ik denk 1. Weet ik veel. Ik bedoel, ik heb FireRed eerder nooit gespeeld. Ben ik hier niet alles geweest? Ik kan het ook net niet zien. Ik heb hier geen toestemming om naar binnen te gaan. Kijk even andere kant op. Gast, ja, oké. Ah, fucking hell. Ja, oké. Dit moeten we alsnog vechten. Oké. Weet je, boeit mij niet zo heel erg veel. Alsjeblieft, heb geen gras, want dan baal ik. Oh, Electrode. Oké. Dat is mooi. Jongen. Echt hoor. Wat een gedoe. Oké, Sonic Boom. Oké. Ja, dat is een mooie aanval, joh. Poh, zo. Wat mooi. Dat was sarcasme. Goed. Hè, van mij. Dat ik sarcastisch kan zijn. Goed, hè? Ja, echt wel. Oké, dikke BMW gaat weer wat omhoog. Ik ben ook echt nu alleen maar dikke BMW aan het trainen. Maar ja, wie moet ik anders trainen? Ik kan... Oh, Crocodile. Hey, Crocodile. Trouwens, heb ik Vaporeon? Ja, die staat ook wel. Vaporeo. Sorry. Vaporeo. Zo heet die. Dus, ja... Dat kan, hè? Vaporeo, joe, woe, Oreo's, woe. Ja, leuk feitje, ik heb nog nooit een Oreo op. Wat een schande, oh nee. Oh, Zander, je moet echt een Oreo eten. Nee, doe ik niet. Kost geld, oké. Okay. Daar ben ik te skeer voor. Ja, sorry. Nee, dat kan niet. Alles wat geld kost, niet doen. Dan kun je helemaal niks. Nou ja... Maakt niet uit.
Oké, laten we naar de vierde gaan. Want hier kunnen we niet verder. Dus, wat is hier allemaal? Oh, een pokeball. Nice, nice, nice. Een PP. Maar, moet het nou? Dat is niet echt. Hier is... Wacht, dit is volgens mij... Dit ziet er heel erg uit als... Ik denk dat dit Giovanni is. Weet ik veel. En dan bedoel ik niet Gio. Die heet ook Giovanni. Maar die bedoel ik niet. Het was niet Gio. Jongens. Oké, dit is buk of gras. Weet ik eigenlijk niet. Ik ga voor Minecraft, denk ik. Of ik ga voor mijn Vaporeon. Even kijken hoor. Shamarie, wat kan die? Oh ja, die kan geen water attacks. Dan ga ik eerst nog eventjes voor Minecraft. Ik ga Minecraft inzetten. Dat moet gewoon gebeuren. Nature Power. Oh shit, Swift. Oké. Niet heel erg goed. Op zich, hoop ik. Tenminste. Wat heeft hij? Hij heeft een leftovers. Oh ja, oké. Nice, kijk. Dat is mijn man. Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk is het de vrouw. Dus dan, hoe kan het dan mijn man zijn? Niet. Ja, dat is gewoon waar. Oké, Nature Powder again. Use die Swift. Oké, dit duurt me allemaal veel te lang. Oké, weet je. Fuck it. Ik heb me de hele tijd ingehouden met dat gedoe, maar... shit, een Ivysaur. Ja, ik moet Confusion. Hij mist. Oké, Confusion. Confusion, Potion. Shit. Oké. Nu moet ik eventjes back. Heb ik niet iets van een... pam 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 pam. Max Repel, nee, Revive. Nee, die mag ik niet eens gebruiken. Waarom verkoop ik die eigenlijk niet? Even kijken hoor. Ik heb ook geen... Awakening. Nee, hoe heet dat? Antidote heb ik volgens mij nodig. Of ik heb... Een berry nodig. Nugget. Nee. Nugget kun je trouwens wel veel verkopen, weet ik. Waar is mijn berry? Berry pouch. Ja, nee. Oh, shit. Gaat fout. Berry pouch gaat fout. Lumberry. Wat use? Wat doet het? Shit. Het helpt zeker niet met. Wat doet hij? Ik denk. Became healthy. Nice. Kijk, dat bedoel ik. Ja, het helpt. Het hielp, bedoel ik. Helpt. Sander, echt hoor. Mijn Nederlands is echt het beste Nederlands ooit, jongen. Nee, eigenlijk niet. Oké, Team Rocket. Wow, is dat een shiny Dratini? Wow. Volgens mij is dat... Ik zweer, dat is volgens mij een shiny Dratini. Eigenlijk moet ik het nu... Ja, ik moet het nu weten. Ik ga eventjes ondertussen kijken, hoor. Ja, ik moet ook opletten. Dat is het vervelende. Dragonair. Hij heeft gewoon echt die hele... Kijk, maar deze is wel blauw. Ik zweer jou. Dratini... Dratini is ook blauw. Ja, toch? Of niet? shit. Nee, het is gewoon zo. Punt. Dratini... Shiny. Shiny. The fucking... Ja, die bedoel ik. Oké, nee, ik wil niet changen. Ja, hij had gewoon een shiny. Holy damn. Serieus, die shiny die lijkt zoveel op die gast waar ik net tegen moest. Oké, deze Shogun kan vervelend zijn. Headbutt. Oké, dat viel al mee. Even mudshot en dan ga ik nu niet meer dikke BMW voor aanzetten. Want dat is nu niet zo handig. Ik weet niet wat Dinges natuurlijk heeft. Dat is een beetje lastig. Ja. Oké, winning. Yay, ik heb gewonnen. En nu kan ik doorlopen. En hier is hij dan hoor. Bla bla bla. Oké. Boeit niet. Oké. Ja. Bam. Let's go. Tegen Giovanni. Oké, hier. Deze ga ik niet skippen. Want dit is een belangrijke battle. Of nou ja. Belangrijk. Ligt eraan wat je belangrijk vindt. Epsil. Oké, dat is dark. Dus dan is dit een dark player. Shit, nu heb ik alsnog... Dikke BMW vooraan. Ik ga... Oh shit, nee, ik ga het niet doen. Ik ga gierig. Gierig. Is gierig al een... Crawdant, is dat al... Ja, dat heeft volgens mij geen evaluatie. Dat ik dat niet weet, dat hoor ik eigenlijk te weten. Sander, come on. Nee, gierig kan deze episode hopelijk wel aan.
Shit, daar moet ik natuurlijk wel mee oppassen. Want ja, dat mag niet. Knockoff is ook dark. Even kijken wat dat doet. Knockoff doet zeker niet heel veel, omdat het ook dark is. Nee, en dat is zelfs een critical hit. Come on. Dit is niet zo goed als dat ik had gehoopt. Quick attack. Ah, shit. Nee, dit gaat niet goed. Ja, Epsilon verslaan gaat fout. Ja, oké, dit gaat beter. Het gaat nu beter. Taunt, wat doet dat ook alweer? Vel voor de taunt. Oh, dan mag ik niet switchen, volgens mij. Shit, dat zou wel vervelend zijn. Oh shit, een kat. Nee. Nee, Pokémon is al moeilijk. Nou, dat valt eigenlijk wel mee. Ja, nee, serieus, ik meen het. Weer dark, yes, ik wil switchen. Ah, ga nou eens weg, kat. Pokémon is niet heel moeilijk. Alleen, wel als je een speciale dinges doet. Nou, oké, Cacturn. Oh shit, die is ook gras natuurlijk. Dan hou ik hem er gewoon in. Fuck it. Dan, ja, dat doe ik. Ah, critical hit. En alsnog, dit is niet heel veel. Ah, ga eens weg. Ga weg. Ja, kat. Kst, weg. Weg. Oké. Two times. Ah shit, moet ik deze nou laten? Hij is 25. Ik wil mijn Oreo niet verliezen. Oreo, doe het niet. Shift, ik ga Crocodile inzetten. Ik wou Crocodile. Oh ja, wacht, dat is ook dark. Ik wou Bite, maar dat is ook dark. Wat denk ik nu? Even denken. Dan moet ik... Ja, Bite is het best. Ja, ik... Crocodile kan ook helemaal geen ijs. Dat is vervelend. Dat heb ik nodig eigenlijk. Ik dacht dat Crocodile ijs aanvallen kon. Of hij leert ze nog hoor, dat kan ook. Maar dan moet ik... Ja, dan moet ik haast wel water... Flinched! Nice. Oké, dan ga ik water kunnen... Ja, dus gras, dus dat zal ook niet veel doen. Ah, shit. En dan kan hij natuurlijk ook nog... Oh, nice, hij mist. Oké, dat is al een pluspunt. Bite, oké. Ja, ik blijf toch bij een bite. Oké, dit duurt wel heel erg lang als ik steeds bite ga doen. Nice, critical hit, denk ik. Dat was een critical hit, want anders dan deed hij niet... Shit, nu mis ik steeds. Ah, nee, net niet. Oké, ik... Moet nu... Oh ja, ik moet natuurlijk wel... Ingrain. Yes! Oké. Deze Cacturn is dood. Tyranitar. Is dat dark? Nee toch? Oh, nou ja. Wist ik niet. Ook weer iets nieuws geleerd vandaag. Ik dacht dat Ground wist... Ik... Het is sowieso Ground. Tyranitar. Maar ik weet niet... Oh shit. Misschien kan ik dan... Kun je bij Sandstorm terugtrekken? Weet ik eigenlijk niet. Dan ga ik wel even kijken. Misschien kan het. Pokémon. Ja, volgens mij kan dat wel hoor. Bij Sandstorm volgens mij wel. Alleen bij dingen zoals... Twister of zo kan het niet. Ik weet het ook allemaal niet, joh. Ik weet het ook allemaal niet. Openster. Oké, de Openster gaat eventjes 10 levels hoger. Dit gaan we wel winnen. Oh shit, nu doe ik Constrict. Dat was niet wat ik wou. Maar oké. Hè, het kan altijd erger. Rock Slide. Shit, ja, dat is erger. Dat is een voorbeeld van het ergeren. Nee, serieus, ik meen het. Maar hij heeft zijn leftovers, dus hij gaat een beetje... Oké, dan doen we nu Watergun. Ja, dat is denk ik het beste. Ja, en bam. Oh, kijk, dat is wel mooi. Is wel mooi. Screech. Nice. Oké. Sandstorm Rage. Nou, ik rage ook als ik verlies. Nee joh, grapje. Hé, ik rage niet zo gauw. Totdat je mijn Super Meat Boy video's ziet. Ja. Sorry. Die grap moest ik maken. Ja. Nee, maar Super Meat Boy, dat komt gewoon door Super Meat Boy. Ja, ik heb verslagen. What? This can be. Jawel, kan wel. In Pokémon Origins is die niet verslagen trouwens. Leuk feitje. En wat krijgen we nu? De Silphscope. Yay, eindelijk. En dan gaan we nu nog eventjes naar Lavender Town. Ik weet niet... Ja, dat kan nog wel, hè. Ja, ik vind dat dat kan. Dus dan gaan we dat gewoon doen. Ik weet nu niet of we... Is er bij floor 1 nu nog iets? Is daar nu nog iets? Want hier zou je zeggen... Nee, dan kom je gewoon weer hier uit. Ik weet niet of ik deze man al verslagen heb, dus dan... Ah, fuck it. Ja, oké. Nee, het is nog niet... Even, dus wel. Nou, maakt niet uit. Oké. Dan gaan we nu terug naar Lavender Town. Ja, heb ik eigenlijk al een bike? Nee toch? Of wel? Ik weet het toch ook allemaal niet. Town Up. Nee, ik heb geen bike. Jawel. Ik weet niet eens meer wat select is. Bicycle.
use gewoon. Ah, shit. Porygon. Nice. Oh shit, ik heb niet geheeld. Dat is niet handig. Dat kunnen we in Lavender Town doen, eventueel. Fuck it. Nee, ik ga het hier doen. Oké, ga ik nog even gauw healen. En dan maken we er gewoon een keer een lange aflevering van. Want de vorige paar afleveringen waren iets korter. Hè? Dus dan maken we er nu iets langer van. Volgens mij... Oh nee, hier kan nog niet. Want daar heb ik die thee voor nodig. Ja, ik ben trouwens ook wel thirsty. Nu we het er zo over hebben. Hè? Ik heb ook wel zin in wat drinken. Nou ja, naar deze opnames weer. Oké. Ja, ik ben zo diehard, joh. Ik laat mezelf uitdrogen voor jullie. Is dat niet mooi? Nee, grapje. Ik bedoel, ik ga echt niet uitdrogen. Maar we kunnen nu... Shit, nu moeten we Gary zeker verslaan. Of heb ik dat al gedaan? Ik weet niet. Het komt natuurlijk... Ik ben nu ook bezig met... Op het kanaal van Justus Perkamentus... Zijn we bezig met een Let's Race. En daar heb ik dan wel of nog niet. Nog niet dus. Oké, heb ik hem nog niet verslagen en hier wel. Dus vandaar. En hier ergens is die man. Is die Marowak. Ja, ik ken het wel van natuurlijk wat er allemaal gaat gebeuren. Want ik heb heb de game niet heel vaak gespeeld. Maar wel een paar keer gezien. Op YouTube en zo. Oh, daar is een pokebal. Ga ik dat... Fuck it. Ik ga het gewoon... Oh, doe nou eens even meewerken, joh. Hé, oh shit, dan moet ik alsnog battelen. Een Pikachu. Quick attack. Ja, we gaan het gewoon doen. Fuck it. Hij doet op zich niet heel veel damage. En het geeft wel wat XP, zo'n Pikachu. Dus Everstone. Oh, dat is eigenlijk niet heel erg goed. Alhoewel, had ik hem gegeven als ik een Grovyle had. Maar ja, die heb ik niet. Dan denk je waarschijnlijk, Grovyle? Waarom Grovyle? Nou, ik weet niet. Ik vind Sceptile gewoon niet zo heel cool. Farfetch'd. Oh, nice. Dat is wel een leuke Pokémon op zich. Farfetch'd. En een Cacturn. Oh, hier zitten vooral grassen-type Pokémon. Grassen-type Pokémon. Dat kwam echt heel raar uit, of niet? Nevermelt Ice. Dat boost Ice-types, volgens mij. Nee, wacht. Dan moet ik eventjes... Nee, Nevermelt Ice moet ik zoeken. Nevermelt Ice. Ice type moves. Ja, dat dacht ik al. Een Machop. Nee, niet heel erg goed. En sowieso mag ik die niet vangen natuurlijk. Hè? Want type lock en shit. Een Magnet. Dat zal wel voor elektrische type Pokémon zijn. Een Haunter. Oké. Oh shit. Dat is niet zo handig. Dan ga ik voor... Nee, niet Confusion. Tuurlijk niet. Ik zat eventjes verkeerd te denken. Maar Confusion is natuurlijk slecht tegen elkaar. Of is slecht tegen dinges. Wat? Huh? Levitate. Oh, shit. Het werkt natuurlijk niet op dinges omdat hij levitate. Ah, dan moet ik Watergun. Ja, Watergun. Watergun. Oh, Pokémon-muziek. Geweldig. Daar heb ik laatst ook een tweetje over gedaan. Het is heerlijk om gewoon Pokémon-muziek te luisteren. Als jij huiswerk aan het maken bent ofzo. Oké, ik ben er weer. Woehoe, yay! Oké, we gaan hier. En Roselia. Oké, leuk. Zat er nou nog een pokebal? Fuck it, ik ga gewoon... Mantine. Oh, wacht eventjes. Quick attack, oké. Als het goed is, kan ik nog één keer quick attack. En niet in het cel. Waarom moet dat nou weer? Ja, oké. En dan kan ik nu back. Ik ga hem gewoon vangen, want ik weet het. Hij is laag level en zo. Oh shit, ik moet hem even wachten met dat vangen. Want dat is leuker als je... als ik daar even gewoon... Want dat is spannender. En, niet eens één keer. Ja, ik weet niet. Ga ik het doen? Oh, hey, mijn Vaporeo heeft water gedoe. Dat hij gestoord door water. Nee, oké. Water. Dat kwam echt heel erg uit. Water. Oh shit, ik heb hem niet eens afgemaakt, zeg maar. De battle... afgemaakt. En die man ook niet dan dus. Nee. Pokémon. Oké, sorry. Ik ging een beetje... Doe ik weer Constrict. Het is echt de vloek van Gamers B. De vloek van Gamers B. Oké, dat wordt de titel van deze aflevering. De vloek van Gamers B. Dan kan ik mijn eigen... thumbnails en zo in de dinges doen. Nee, thumbnail logo's en zo. Ja, Body Slam. Ah, Body Slam is goed, jong. Oh, ik moet echt eventjes oppassen. Paralyzed. Oh shit, ik moet serieus oppassen.
Dan ook maar weer dikke BMW. Oh shit, water is natuurlijk ook goed tegen Mudshot. Of ja, Mud. Ja, ah shit. Nee, Pokémon. Minecraft, fuck it. Ja, Minecraft is mijn enige hoop op dit moment. Confusion. Ah, dat doet niet eens genoeg damage. Disable. Ik ga hem disablen. Nice, oké. Kijk, dat is al een pluspunt. Confuse Ray. Ah, die had ik ook moeten disablen eigenlijk. Ik moet gewoon alles disablen, joh. Laat mij alles disablen. Oké, please. Ah, gelukkig hiel ik weer een beetje bij. Maar, body slam. Who the fuck? Ik kan hem toch gedisabled? Shit. Nee, dat ga ik niet doen. Ah, shit. Iedereen is fucking... Ah, nee, dit wordt echt... Nee. Knock off. Shit. Dat is ook niet goed. Ah, fuck. Kut dan maar. Shit. Ja, oké, kut. Ah, please, nee. Ja, wie moet ik... Nee. Oh, shit. Vaporeo. Ah, maar die is zo laag level. Ik heb ook nog geen pokervloed. Ik zat te denken, als ik nou een pokervloed... ik moet deze... Fuck it. Hij moet wakker worden. Dan vind ik het best. Watergun. Ik weet het ook allemaal niet. Mucho Bite. Dark is wel goed, denk ik. Dark gaat wel... Ah, shit. Ja, nee. Waarom moet je jezelf nou hurten in itself? Fucking hell. Ja, echt hoor, Nederlands is ook nog een... ja, ik moet terug. Ik moet gewoon terug op dit moment. Ik ben zo fucked dat ik nu niet terug zou gaan. Run. Ja, ik moet nu eventjes terug. Hunter. Ja, heb ik een Hunter? Hoezo heb ik een Hunter? Oh, dan zou ik die wel voor een HM of zo. Oh nee, ik moest toen zoveel Pokémon's hebben om iets te krijgen. En dat was toen uiteindelijk helemaal niet nodig. Daarom had ik een Hunter. Oké, leuk verhaal man. Doen we niks mee. Oké. En I'm healed up. Oké, zie je wel weer even terug als ik boven ben. Oké, ik moest per ongeluk battelen tegen dit ene vrouwtje. Dat ene vrouwtje, dat klinkt ook lekker aardig. Dat ene vrouwtje. Ik ga het gewoon met Vaporeo proberen. Ah shit, nu is die potioned. Ah fuck. Ja, ik wou het eigenlijk helemaal met dinges proberen. Maar ah shit, nu moet ik straks weer terug. Dat is niet leuk. Ja, en ik heb om 4 uur heb ik afgespeeld. Oh nice, what a gun. Dood. Haha. Fuck jou. Oké, ja, nee, dat kan ik niet maken. Als het goed is, is... Kan dinges potion flat. Ik moet eventjes een super potion. Waar heb ik die super potion? Aha, daar. Die voor mijn Vaporeo. Ja, en dan hopen maar dat die niet doodgaat. Als het goed is, stopt die bij 1 HP of zo. Doe eens eventjes, Pokémon. Ja, en anders dan ik... Fuck it, ik wil geen Pokémon verliezen. Dus, oh, Plusle. Oké, hi Plusle, doei Plusle. Shit, ik heb hem ook nog steeds vooraan staan. Dat is ook niet handig. Als ik dan een keertje niet weg kan rennen, dan ben ik een beetje, ja, in de problemen. Ik ga gewoon deze doen. Ja. Oké, ik moet nu van haar... Ja, oké, nice. Ik moet die pokeball hebben, dus wat is dit? Wacht. Ah nee, dat meen je niet. Ben ik helemaal voor niks naar beneden gelopen. Never melt ice. Again? Kom op, waarom? Waarom alweer? Hitmonlee. Oké, leuk. Gezellig. Oké, hier. Ja, Tropius. Shit, Mudshot. Ah, shit, dat werkt natuurlijk niet. Logisch. Hoe kan ik ook denken dat Mudshot wel helpt? Het is een fucking... Zijn bladeren zijn fucking vleugels. Hoe kan ik... What the fuck? Hoe kan ik daar niet aan denken, gewoon? Ja, oké. Focus Band, wat is dat? Even kijken hoor. Focus Band, een item held by Pokémon. The holding Pokémon may endure on attack, leaving just 1 HP. Use, nee, give. Wie heeft nog geen... Ja, dan zou ik het voor... Ik denk dikke BMW, want dikke BMW gebruik ik vaker dan die andere. Weeping Bell, hoi Weeping Bell, doei Weeping Bell. Ga toch lekker James kapot bijten of zo. Hè? Heb je niks beters te doen? Echt hoor.
Tjongejonge. Ja. Safaribal. Wat? Ik wist niet dat je die zomaar kon krijgen, joh. Nee, serieus. Dat is ook nieuw voor mij. Kun je zomaar een safaribal... Oké, leuk. Leuk. Een fucking Kingdra. Oké, dat is wel nice op zich. Voor hem. Ah, shit. Ik zit echt een beetje zo van... Huh, wat? Wat gebeurt er allemaal? Ik wist echt niet dat je een safaribal kon krijgen, joh. Als item dan. Maar ja, die... Aan de ene kant snap ik ook wel, het is gewoon natuurlijk, in randomized is het gewoon alle dingen puur gerandomized. Dus is het niet zo heel raar. Oh, nice, een waterstone. Oké. Die had ik bijna vorige aflevering willen dinges. Oh ja, nu kan ik die ghost verslaan. Nice. Oké, let's go, opster. You water gun. In één keer dood. Serieus? Ik denk, oh, dit wordt een epische battle. Gewoon in één keer dood. Hé, tjongejonge. Echt hoor. Ah, shit. Allemaal Team Rocket Grunts. Ja, die kan ik niet ontwijken. Fuck jullie Team Rocket Grunts. Echt hoor. What a gun. Ah, dat werkt eigenlijk helemaal niet zo goed op steel. Nee, logisch. Het is steel. Alhoewel steel op zich... Het werkt niet heel slecht op steel. Maar het werkt ook niet... Shit, wat doe ik? Waarom heb ik geen Marston binnen gezet? Nou ja, ik doe gewoon Mitchell. Dan is die ook in één keer dood. Meteen. Weet je wat? Ik ga gewoon... Nee, Vaporeon is daar niet te slecht voor. Maar Normal is er te slecht voor, zeg maar. Ja, Watergun. Ik ga gewoon met Watergun, want dat is... Ah, shit. Hij heeft ook Confusion natuurlijk. Nou ja, ik heb weer een Scott verslagen. Zei ik het niet eerder... Heb ik niet al eerder ook al een Scott verslagen? Vast wel. Anders had ik me niet onthouden. Dat werkt nog best wel goed. Ik dacht... Tijd dat het niet zo heel goed werkt. Grond. Ja, tuurlijk grond. Ja, denk het ook. Nee, grond op water. Oké, ik denk niet dat het aan het... wat is Slowbro dan? Oh ja, Slowbro is natuurlijk ook... dinges. Dat. ik kan hier... Psychic. Ja, Psychic. Ja, dat bedoel ik. Dat was precies wat ik bedoelde. Oh yeah. Oké, even kijken. Pokémon. Weet je wie ik in ga zetten voorop? Ik ga... wie kan nog evolueren? Niemand. Jawel, dikke BMW. Dan ga ik dikke BMW eventjes trainen. Ja, hoezo? Oh ja, de dames die natuurlijk aan het begin van de aflevering ook voorop. Want die moest ik natuurlijk trainen, zodat die kon evolueren. Eventueel. Ja, ik weet niet bij welke dingen is, maar ik heb niet zo heel veel Emerald gespeeld en zo. En... dus vandaar. Oké, wauw, dat ging eigenlijk best wel goed. Dat ging echt oprecht goed. Krijgen we van hem dan niet die pokevloed? Of krijgen we hiervan... Ik weet het niet. We gaan het zien. Wat? Waar zijn we? Weer Harvey. GSB, Pokédex, Love. Volgens mij krijgen we hier die pokevloed van, ja. Ja. Oké, dat is nice. Key Pocket. Yay. Dat is ook handig, want nu hoef ik nooit meer Awakenings te kopen. En met deze positieve vibe zetten we... Wacht, waarom ga ik... Oh, wow, ik deed dinges na. Nee, die kennen je misschien niet. Misschien ook wel. Nee, dat wou ik niet doen. Ik wou zeggen, met deze positieve vibe sluiten we deze video af. Maar dat is van Kropsla Productions. Dus Magnet, Electric Type. Nou, die bewaar ik eventjes. PP Max. Raises the PP of select move to maximum level of one Pokémon. Oké. Nou, doe dat maar niet. Ik wil die ene. Nee, waar is die? Nugget. Nuggets, ja. Alle nuggets. Yes. Oké, ik heb niet meer nuggets. Nou, dan is dit zo goed. Hè, dan... oh ja, wacht. Dan ga ik nog eventjes wat Great Balls kopen. Een paar... Hé, gewoon 5 voor de lol. Yes, oké. Heb ik hem nu wel gekocht? Wat? Wat ben ik allemaal aan het doen? Ik heb... Ja, oké. En dan ga ik alvast naar beneden. En dan zie ik jullie de volgende keer terug. Bij een gloednieuwe aflevering. Wat? Die officer Jenny vroeg niet eens om... om dingen. om dingen. Oh, lekker duidelijk. Is hij niet? Oh, nee. Nee, dat is hier niet. Oké. Dan sluit ik hier de aflevering af. Dus vonden jullie dit een leuke video? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vond je dit geen leuke video? Vertel even waarom. En dan zie ik jullie de volgende keer. Laters.